kind. Wat heb je van Tom? Ook wel mooi, hè? Jazeker. En tot op hoge leeftijd, hoor. Ja, ik denk dat jullie dezelfde kleur hadden zelfs. Ja. Echt? Ik wou dat ik opa gekend had. Ja, dat wou ik ook, lieverd. Ik denk dat jullie dol geweest zouden zijn op elkaar. Ja, hij kon altijd van die prachtige verhalen vertellen. Waarover? Nou, bijvoorbeeld over mijn reis naar Australië. Hij vertelde dat echt in geuren en kleuren, alsof hij er zelf geweest was. Mensen hingen echt aan zijn lippen. Ze dachten ook dat hij er geweest was. Dus u bent gewoon helemaal in eentje naar Australië geweest? Jazeker! 24 uur met het vliegtuig, dat was wat in die tijd hoor. Maar ja, we hebben nog wel even. Ik ga even wat foto's pakken. Ga jij maar even zitten. Ja, het was geen weddenschap. Het was meer een soort van hoop of hoe noem je dat? Een belofte. Ik was namelijk vroeger echt heel erg ziek. Zo ziek dat de doktoren niet wisten of ik wel beter kon worden. En mijn zus heeft toen tegen mij gezegd dat als ik kon zorgen dat ik beter zou worden, dat zij mijn reis en verblijf naar Australië zou betalen. Zo. Tja, dat dacht ik. Mooi bekeken, hè? Kijk, even zoeken. Oh, deze. Dit zijn we. Of eigenlijk, dat waren we. Wat een mooie meisjes zijn het, oma. Gelukkig bent u beter geworden. Gelukkig wel, lieverd. Alleen de rest van ons gezin niet. Ja, kanker is echt een hele nare ziekte. Dat is echt heel erg voor u, oma. Ja. Weet je, kind? Ik heb het echt een hele tijd heel zwaar gehad. Bij ieder pijntje dacht ik, oh, de ziekte die zal toch niet terugkomen. En helemaal toen ik 69 werd, dat jaar. Toen mijn moeder, mijn broer en mijn zus 69 werden, in dat jaar zijn ze overleden. Dus ik heb echt de hele tijd gedacht, ik ben zo bang geweest, ik dacht dat ik ze achterna zou gaan. Maar gelukkig. Het leven loopt nou helemaal niet altijd zoals je hoopt of verwacht. Dan moet je je echt helemaal maar neerleggen. We gaan verder met je haar, kind. Thank you.
ben klaar, kind. Geef er nog meer foto's van vroeger. Ik vind ze mooi. Ik denk dat we daar nog wel even tijd voor hebben. Ga jij maar weer even zitten. Ik heb hier een paar leuke foto's. Die zijn van de Tamhouderstraat. Daar heb ik 20 jaar gewoond. Met opa Tom. 20 jaar? Dat is super lang. Je bent al 2 keer verhuisd en ik ben pas 11. Ja, kind. Maar wij hebben ook in 3 verschillende huizen gewoond, op Strijp. Alleen, dit was gewoon de allerleukste. Altijd als je elkaar tegenkwam op straat, maakte je gewoon even tijd en dan maakte je even een praatje. Oh, echt? Bij ons in de wijk doet niemand dat meer. Ja. Tijden veranderen nou eenmaal. Ja, wij maakten gewoon echt. Wij gingen even koffie drinken. Maar... wil je even kijken of de taxi er al is? Oh ja hoor. Fijn. Nee, maar hoe lang is dat eigenlijk geleden? Oh ja, de Damhoudstraat, daar hadden we het over. 40 of 50 jaar wel, ja. Kijk. Dit is een foto van opa Tom. Zie je nou dat hij dik haar heeft? Ja, ik snap wel dat ik een furry bent geworden, Elma. Hoe leerde je hem eigenlijk kennen? Nou, mijn zus, dus jouw oudtante, ja. Die is getrouwd met de broer van Tom. En zo leerde ik hem eigenlijk kennen op feestjes, op familiefeestjes. En? Wat je meteen verliefd? Vlinders, vuurwerk, niet meer eten, niet meer slapen, de hele reuken met haar. Is dat verliefdheid volgens jou? Zeg, ik word hier toch een beetje... ik krijg een beetje kriebels van in mijn buik. Wil je even kijken of de taxi er al is? Ja. Nee. Maar dat is wat ze op school zeggen over verliefdheid. Wie? De juf? Nee, mijn vriendinnetjes natuurlijk. Die hebben allemaal wel eens een vriendje gehad. Maar ik nog nooit, dus ik weet het niet. Oh. Nee, vroeger was dat allemaal anders. Het was echt geen vuurwerk en vlinders en... nee. En nu, oma? Nou, kind, nu weet ik wel wat ze bedoelen, hoor. Bij jou op school. Is het eigenlijk niet een beetje gek om op uw leeftijd nog verliefd te worden? Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar het is me gewoon overkomen. En hoe kwam je opa Jan dan tegen? Nou, dat zal ik je vertellen. Toen ik hier in huis kwam wonen, toen zaten we in een soort van... ja, grote mensenvergadering. Ja. En we hebben 2 jaar overleggen. Ja, ik wil eigenlijk een kwartje. Dat is apart dat het zo lang duurde. Ik weet altijd al meteen of ik iemand leuk vind. Ja, maar op mijn leeftijd duurt dat gewoon allemaal een beetje langer. En die taxi die laat ook wel even op zich wachten. Wil je nog even kijken? Ja. Maar oma, die komt wel vanzelf. En de buurvrouw, was die niet jaloers? Oh. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar in het tehuis vond niet iedereen het even leuk eigenlijk. Oh, waarom niet? Ja, weet ik niet. Misschien waren mensen wel jaloers. Of hadden ze moeite om aan een nieuwe situatie te wennen. Maar u trok zich er toch niets van aan, hè? Nee, we hebben ons inderdaad helemaal niks van aangetrokken. We zijn echt heel gelukkig met elkaar. Goed zo, liefde kan nooit slecht zijn, vind ik. Oh, kind, wat denk je toch goed na over dingen? Ja.
een kopje thee. Oh ja, lekker. Gewoon nieuwsgierig te zijn. Ik vind het wel leuk al die vragen hoor. Ja? Nou, dan heb ik er nog wel een. Kom maar. Waarom bent u hier komen wonen? U bent toch nog hartstikke gezond? Kind, dat heb je weer goed gezien. Ja, dat zit zo. De laatste 10 jaar was opa Ton eigenlijk heel erg ziek. En hij had gewoon echt heel veel zorg nodig. En dan heb ik in het begin kon ik het allemaal prima zelf. Alleen het werd gewoon toch een beetje veel, ondanks dat ik echt zo fit ben. En toen hebben we ons hier ingeschreven. Alleen op het moment dat we een kamer kregen, overleed hij. Dus ik ben hier uiteindelijk in mijn eentje komen wonen. Maar ze zorgen hier toch wel goed voor u? Jazeker, het is hier echt heel fijn. Ja. En ik ben blij dat ik mijn huis aan een nieuwe bewoner heb kunnen overdragen. Hoe bedoelt je dat? Nou, meneer Van Bomen, die woonde ook in Strijk, maar op een flatje, 4 hoog. Dat was eigenlijk een beetje een klein flatje. En hij had net een relatie gekregen, dus dat werd een beetje krap. En hij was ook nog een slechter been. En het was een flatje op 4 hoog, maar dan zonder lift. Oh. Ja, dat is gewoon geen doen. Nou, dat is wel toevallig. Dat moet je even uitleggen, dat snap je niet. Wat is toevallig? Nou, u bent verhuisd vanwege de gezondheid van opa Ton. Maar hij overleed toen u een kamer kreeg. Maar u vond ineens een nieuwe liefde in het huis. Opa Jan dus. Zonder dat u het ooit had verwacht. En meneer Van Bomen verhuisde vanwege zijn gezondheid en de liefde. Hij kon gaan samenwonen en een nieuw begin maken met zijn vriendinnen. Kind, wat ben je toch slim? Jeetje. Ja, alleen het verhaal van meneer Van Bomen loopt iets minder goed af. Oh. Ja, namelijk toen hij in mijn huisje ging wonen, ging zijn relatie uit. En heel kort daarna werd hij ook nog zo ziek dat hij niet meer kon werken. Erg. Ja. Ja, het leven loopt gewoon niet altijd zoals je hoopt of verwacht. Dan moest hij zich maar neerleggen. Maar als jij nog eens even kijkt naar de taxi, dan zoek ik even of er nog wat leuke foto's zijn uit de oude doos. Ja. Oh. Opa Ton en ik hebben het echt heel erg goed gehad samen. En ik weet zeker dat hij vanaf zijn wolkje meekijkt en alleen maar aan een glimlach is. Dat is mooi. Dan houdt hij wel heel erg veel van u. En ik van hem. In de wat hoor ik? Oh. Ah. Dat zou een taxi eens kunnen zijn. Dat is een taxi, oma. De taxi is er. Ja, oma, die taxi kost heel veel geld. Ja, die moet ik toch kunnen betalen, kind.
En de deur moet dicht kunnen. En mijn telefoon. Ja, oma, mijn taxi hier uiteindelijk weg zonder ons, hè? Nee, wij hebben toch ook op de taxi gewacht? Ja, oma, kom op. Zo meteen denkt opa Jan dat hij zich bedacht heeft. Nee. Daar hoeft hij zich echt geen zorgen over te maken, hoor. Ik ben nog nooit zo zeker geweest van mijn zaak als nu. Oké, bent u er klaar voor dan? Ik wel, kind. Breng me maar naar het altaar.